Het kasteel Geldrop viert 2016 zijn 400ste jaarfeest en heeft Geldropse ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente, relaties van het kasteel en verenigingen uitgenodigd om de opening van een jubileumsexpositie met het thema Erfgoed nu en erfstuk toen bij te wonen. Dames en heren, welkom op deze bijzondere bijeenkomst op ons schitterende landgoed. Een twintigtal kunstenaars en enthousiaste kunstliefhebbers hebben ter gelegenheid van deze expositie hun ziel, zaligheid en kwaliteiten belangeloos ingezet om uw schitterende creaties te laten zien. De kunstcommissie van ons kasteel heeft ernaar gestreefd u te laten zien en te laten voelen hoe het verleden doorwerkt in het heden en hoe de huidige creaties zijn gestoeld op oude varianten. Kleding en meubilair zijn daarvan goede voorbeelden. Ook zijn er foto's, manuscripten en voorwerpen van voormalige bewoners van dit kasteel en oud-inwoners van Geldrop op een voortreffelijke politiek-bestuurlijke carrière en zelfs ereburgerschap of schrijversloopbaan kunnen terugkijken. Enthousiast zijn wij ook over werken die ruimhartig door hun eigenaren in bruikleen zijn gegeven. Er zijn foto's, schilderijen, gesigneerde boeken en een handgeschreven manuscript. Bronzen beelden, damesmode, verfijnde porseleinen voorwerpen en meubelen, waaronder een duo-stoel voor een Siamese tweeling. En met deze wens open ik officieel de jubileum-expositie van Kasteel Geldrop. Ik dank u voor uw aandacht. Naast de opening van de expositie werd die dag ook een rondleiding over het landgoed aangeboden. De rondleiding had als doel de gasten te laten zien wat er zo allemaal gebeurt op het landgoed. Daarom waren alle gebruikers van het kasteel en vrijwilligersgroepen vertegenwoordigd in deze rondleiding. Zo kregen de gasten een duidelijk beeld van het werk en de activiteiten die plaatsvinden op het landgoed. Toch hier naartoe sturen. Dus dat is een ding. Eén groep werd geleid door voormalig voorzitter Toon van Engelen, burgemeester Link en erevoorzitter van Stichting Vrienden van het Kasteel Geldrop en tevens oud-premier Dries van Agt maakt een deel uit van de groep. De eerste stop van de rondleiding was de bloementuin, de Baron zijn Hof. Tuinbeheerder Sil ontving de gasten en legde uit hoe de bloementuin langzaam is ontstaan. In het begin wilde ik douwe echtdaspunten tegen zaadjes, maar op een gegeven moment kwam er toch wat sponsors. En mevrouw de Heer was mijn eerste sponsor. Daar hebben wij de zonnewijzer van gekregen, van de 2K. Oh, ja. De eerste jaar hadden we ongeveer 20 bezoekers op jaarbasis. Er was één mevrouw hier uit de buurt, die kwam af en toe een reepje chocola brengen om mij te bemoedigen door te gaan. En nu is het een succes. Ja. Dus, we hebben 12 vrijwilligers. Oogst uit eigen tuin mocht geproefd worden. Mensen kunnen ook in de boomgaard gaan zitten met een drankje, maar mogen ook op het terras gaan zitten. Nou, er zijn dagen dat er nergens geen stoelen, geen bankjes. Verder ging het naar de kas, die onlangs helemaal werd opgeknapt. Dit is het rijk van John Schoolmeester. Dit jaar allemaal vleestomaten, omdat dat vinden onze vrijwilligers toch allemaal het lekkerste. John, bedankt. In het koetshuis van de voormalige paardenstal is het IVN gevestigd. In de paardenstal organiseert het IVN ieder jaar een tentoonstelling. Mevrouw van Kampen legde uit waar het IVN voor staat en wat zij zoal doen. Want IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Dus IVN werkt aan een duurzame samenleving. En wij zijn ervan overtuigd dat als wij maar de mensen dicht bij de natuur, zeg maar, aan aanraking brengen met die natuur, dat ze bewust worden van de waarde ervan. Terug in het kasteel ontmoette men in de Baronzenkamer vertegenwoordigers van de stichting Vrienden van Kasteel Geldrop. Het doel van de Vrienden van het Kasteel is het werven van fondsen en subsidies voor de nodige ondersteuning van het kasteel. De Vrienden van Kasteel Geldrop, dat is een steunstichting, een donateursstichting. Het is op dit moment ongeveer 220 mensen die zich hebben verbonden als vriend aan het kasteel en jaarlijks een bijdrage overmaken. En de vrienden zijn er met name voor om alles wat een beetje extra is te kunnen financieren. Het
kasteel doet het reguliere onderhoud en exploitatie. Maar dan blijven er heel veel dingen liggen die het kasteel wel zo mooi maken zoals het nu is. Namens het uitbaters-echtpaar van de kasteelhoeve sprak Veronique van Raamsdonk de gasten toe. Ik ben Veronique, ik ben van de kasteelhoeve. Naast dat wij alle cateringen op het kasteel verzorgen, we verzorgen ook catering in de kasteelhoeve, hebben we een theetuin, een leuke brasserie. We zorgen eigenlijk van alles. Dus we zorgen voor een kopje koffie als u een vrije dag heeft, maar ook bruiloften. In de kelder werden vroeger op woensdag alle bloemstukken nieuw gestekt en over het kasteel verdeeld. De bloemendames zijn nu verhuisd naar de oude keuken, waar zij nog steeds op woensdag nieuwe bloemstukken creëren. In de kelder bevindt zich ook een werkruimte waar reparaties kunnen worden doorgevoerd. Dit is het rijk van Jacques Klomp. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met het repareren en onderhouden van houtwerk. En vooral repareren van dingen die in dit gebouw, wat heel oud is, iedere keer opnieuw voorkomt. Dus allerlei reparaties van deuren die klemmen, van ramen die klemmen, van klinken die stuk zijn. En nu heb ik het idee opgevat om misschien een zwaarluwtil te gaan maken. Ad van Liemt is de tuinman van het kasteel. Naast het onderhouden van het park repareert hij tevens alles wat mechanisch of van metaal is. Belangrijke stukken uit de oudheidskamers zijn naar de vergaderruimte gebracht worden, zodat Wies Veldhuizen de nodige uitleg kon geven. Van Paarmans, die maakt de kinderschoenen page. De klompen maken, nou, als je dan kijkt, hè, van een blok hout tot zo'n mooie klomp, hè, waar vroeger veel op gelopen werd. Monique en Connie, de beheerders van de kinderboerderij, ontvingen de gasten in de groene kamer en vertelden wetenswaardigheden over de kinderboerderij. Wat Toon al zei, heel veel vrijwilligers en die zijn echt super belangrijk, want wij zijn degene die het clubje bij elkaar houdt en het aanstuurt. Maar zonder die vrijwilligers kunnen wij helemaal niks. Er werken er op een dag gemiddeld 15, denk ik. En ik denk dat de meeste mensen zich er heel erg op verkijken van wat voor soort mensen bij ons werken. We merken het soms aan reacties die we krijgen doordat mensen niet beseffen dat 4/5 van onze vrijwilligers op een of andere manier een beperking hebben. Eindelijk was er tijd voor een verfrissing. De reacties van de gasten waren alleen maar positief. En nu weten zij wat er zich allemaal afspeelt op het landgoed Kasteel Gelderop.